Goeiedag. Vandaag staat er overal een straffe westelijke wind. Maar gisteren waren er windverschillen. In het noorden van het land veel minder wind dan in het zuiden. En in Zeeland werd de windkracht 10 gemeten. Zware westenstorm, 10 bovenvoor. En daar de hoogste windvlagen van iets boven de 120 km per uur. Ja, bomen legden dan ook het loodje, zoals hier in Klutingen. Nou, naar het noorden toe vandaag meer wind dan gisteren. In het Waddengebied af en toe windkracht 8 uit het westen. Diep is de wind wat afgeremd, maar in een bui zijn er fikse windstoten. Want er vallen vandaag buien met hagel, met regen, maar ook met natte sneeuw. Plaatselijk onweer en plaatselijk dus ook wel zware windstoten. Tussen de buien door kan het af en toe fel opklaren. En dan wordt het vanmiddag maximaal 6 tot 8 graden, maar in een winterse bui is het maar 3 of 4 graden. En dus die stevige westelijke wind nog. Vanavond en vannacht neemt de wind tijdelijk af en ook de meeste buien verdwijnen. Maar morgen een volgende storing die gaat passeren met veel bewolking, regen en stevige zuidenwind. Het wordt 7 graden, het blijft waterkoud. In de loop van de week lopen de temperaturen wat hoger op, smiddags 10 of 11 graden, maar het blijft onbestendig. Iedere dag wel regen of buien, stevige wind en weinig ruimte voor de zon, weinig ruimte ook voor droge perioden.